Appling, goedemorgen. Een hele goede morgen. Vrijdag is het zover. Het slotdebat uh, rondom de masterclass. Uh, daar ben je bij betrokken. Ja. Je hebt alle masterclasses geopend met een analyse uh, van de stand van zaken in de zorg. Uh, wat verwacht je van het slotdebat? Ja, wat, wat mooi is aan, aan de masterclass is dat er een verbinding gemaakt wordt tussen het stelsel aan de ene kant en de zorginhoud aan de andere kant. Dus niet zo de politiek en de ambtenaren zijn verantwoordelijk voor een stelsel. En binnen zijn de doktoren verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg. Maar met name die, die, die verbinding daartussen, die staat uh, zeer centraal. Nou ja, het gevolg daarvan, en dat is wel een mooie opzet en een mooie formule. Dat in het slotdebat uiteindelijk de deelnemers zelf moties maken. Ze zitten als het ware aan de politieke knoppen. Die moties zijn beoordeeld door deskundigen die um, nou ja, ooit de klappen van de zweep kenden en nog steeds kennen. Tweede Kamerleden. Tweede Kamerleden, waaronder Elke van der Veen... mijn belangrijke opponent in de periode dat ik zelf minister was. Dan moet ik Anne Mulder ook even noemen. En Anne Mulder, maar die zat toen nog niet in de Kamer. Een bekwaam Kamerlid. Um, die hebben gekeken naar de moties... en daar rondomheen zullen zij zich als het ware verplaatsen... in uh, de, um, het gewaad van een politicus... en discussiëren over de toekomst van het zorgstelsel. En die moties... Um, ja, met een motie vraag je altijd om veranderingen, dus we moeten ook nadenken wat zouden wij nou eigenlijk willen veranderen en daarover een goede argumentatie opbouwen, want anders blijven we in het debat gewoon nergens. Ik verheug me erop samen met jou. Ik, uh, naarmate ik er meer over praat, krijg ik er meer zin om te kijken hoe ze het doen. We gaan het meemaken. Ja, zo is het.